Als het zo opschiet met de lente, kunnen we volgende week al naar het strand. Oh, wat is dit voor iets moois? Ik heb een documentaire gezien over de opwarming van de aarde en het gaat echt veel sneller dan ze dachten. Yes, misschien kunnen we morgen al naar het strand. Poolkappen smelten, storten in zee, de hele boel gaat overstromen en daarom bouw ik voor de zekerheid deze ark. Een ark? Ja, zo'n schip waarmee Noach alle dieren redde in de Bijbel toen de zondvloed kwam. Alsjeblieft, Leonoor, je ticket. Als de ramp straks daar is, mag jij met me mee. Oh, wat lief. Maar daar passen jullie nooit in. Het is een maquette. Zo'n grote ark is heel erg duur om te bouwen. Dus moeten mensen me eerst steunen met geld. Jongens, ik doe even een dutje op kantoor. Ik heb net een golftripje naar Dubai geboekt, dus ik ben er weer back af. Ga je weer lekker liggen luiwarmen zonder een palmboom? Golfen in die bloedhitte, weet je wel hoe zwaar dat is? Jij bent natuurlijk jaloers, omdat je 1 keer per jaar met je moeder gaat kamperen op het 3 landenpunt. Wat is dat voor bruine schuit? Wout wil een ark laten bouwen, omdat de zeespiegel stijgt. Nou, ik was vorig weekend nog aan zee, maar die ziet er nog precies hetzelfde uit, hoor. Nee, Ben, het water stijgt. En ons land ligt voor een groot gedeelte heel laag. Nou, gaan we toch met z'n allen in Limburg wonen? Gezellig! Hey, nemen we ook alle diersoorten mee, net als Noach? Nou, daar heb ik over nagedacht, maar dat is een enorm geregel. En waar laat ik de olifantpoep? Ja, en giraffen, die worden heel snel zeeziek, dat is bekend. Daar staan ze zo over de reling te kotsen. Kijk, ik neem alleen honden mee. Ja, je moet keuzes maken. Oh, het is dus eigenlijk een soort poezenboot, maar dan met honden. Nu maar hopen dat mensen willen meebetalen aan je ark. Ja hoor, hier, €1. Koop er maar een doosje spijkers voor. Ga jij deze klimaatdocumentaire nou maar bekijken? Ja. Wat? Mag ik eigenlijk ook mee? Helemaal niet aan gedacht. Dus je beste vriend laat je verzuipen? Ja, maar het is echt heel weinig plek. En als jij meegaat, dan moet je moeder ook mee en je hele familie. Dus Leonor mag mee en je lievelingsdieren, maar ik niet. Maar Timo, dan is er een plekje vrij in de tent naast Wouters moeder op het 3 landenpunt. Daar hou je bij hoogwater zeker droge voeten. Dan ben ik toch grappig. Het zou verboden moeten worden. Fijn idee om te weten dat mijn vrienden een overstroming zullen overleven. Kun je echt geen hut vrijmaken voor Timo? Nou, als we de herdershonden bij de pekineesjes zetten... laat maar. Goed om te weten waar ik sta. Moeten we echt van elk ras 2 honden meenemen? Ja, een mannetje en een vrouwtje. Zodat ze zich na de overstroming kunnen voortplanten. Oh, slim. Moet ik daarom mee? Om met jouw kinderen te maken? Als we daarmee voorkomen dat de mens uitsterft... Goh, Wout, dit is echt je meest omslachtige versiertruc ever. Jongens, het gaat helemaal mis met het klimaat. Hé, onder welke steen heb jij gelegen? Je ziet de poolkappen zo in zee storten. Wie doet dat nou? Jij gaat 6 keer per jaar op vliegvakantie. Toch niet naar Antarctica? Het water komt. Ik moet mee op die ark. Kan niet. Vol. Ik betaal mee aan de bouwkosten. Voor €1'tje kan je eens een reddingsboei naar je gooien. Nee, ben je gek? Ik betaal jou. Oké. We schrappen de Sint-Bernards en de herdershonden. Oh, dus Ben mag wel aan boord en ik niet? Nou, Ben neemt zijn moeder niet mee. Nee, niet met mijn moeder op een ark. Je moet nooit de ene ramp met de andere oplossen. Ik ga voedsel hamsteren. Oh, ja. Hoe gaat het eigenlijk met eten? Ik bedoel, hoe lang zitten we daar? We nemen voor maanden voedsel mee. Ja, en als dat op is? Dan eten we hondenvoer. En als dat op is? Dan beginnen we aan een poedeltje. No way, ik ga geen hond eten. Kom op, Leonoor. 1,5 miljard Chinezen doen niet anders. Moet er toch wel iets lekker aan zijn. Misschien als je het op een bepaalde manier bokt. Over 6 maanden klaar? Dat is fantastisch. Ik heb een bedrijf gevonden dat mijn ark wil bouwen. Mijn ark? Ik betaal dat ding. Ga je een afscheidsfeestje geven? Als je snapt wat voor ramp er aankomt, ga je voedsel hamsteren. Wat? De hele gang staat vol met blikken knakworst. Ja, dat is een aanbieding. 500 voor de prijs van 400. Kon niet laten liggen. Maar waar gaan we die laten aan boord? Nou, als we nou eens die tekkels schrappen, daar heb ik nooit wat mee gehad. Wat moet je met al die tekkels als je al knakworsten hebt? Wout, ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik ga toch niet mee op de ark. Waarom niet? Nou ja, Ben gaat ook mee en ik kan er niet af. En het idee dat wij ons misschien gaan voortplanten of honden gaan eten, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon geen goed gevoel bij. Jammer, Wout. Moet je toch iemand anders zoeken om het mensenras mee te redden. Tori, ik was er bijna. Nou, ga je toch lekker niet mee? Is er plek voor Timo? Oh, ik hoef al niet meer, hoor. Net vrienden. Als het zover is, red ik mezelf wel met deze rubberboot. Tegen de tijd dat je dat ding hebt opgeblazen, heb ik mijn ark al naar veiliger gebieden gevaren. Ho, ho, ho. Ik stuur. Ik stuur. Ik ben de kapitein. De kapitein is toch niet dezelfde als de stuurman? Ah, we zijn maar met z'n tweetjes. Ik ben waarschijnlijk ook kok, matroos en stoomfluit. Hoe weet je nou welke kant je op moet? Gewoon naar de sterren kijken. Nou, als ik ergens goed in ben, dan is het omgaan met sterren. We leven toch niet meer in de middeleeuwen? Dat gaat met een kompas. Dat werkt tegen die tijd toch niet meer? Hoezo niet? De kompasnaald richt zich op de Noordpool. Ja, dus? Die is toch net gesmolten? Anderhalf uur blazen, maar dan heb je ook wat. Hey, Timo, ik heb een pomp gevonden. Heb je daar wat aan? Hierbij doop ik u de ark van Ben... en Wouter. En wens u een behouden vaart. Is er nog plaats op die opblaasboot? Tuurlijk. Voor vrienden maakt plek. Hoe kan hij nou zinken? Ja, misschien was hij wat zwaar met al die honden en twee best wel dikke ego's aan boord. Mijn ark is al na 10 seconden gezonken. Maar gelukkig was het maar een proefmodelletje. Die klimaatverandering gaat wel snel, maar we hebben best wel tijd om een nieuwe te maken. Ja. Ik weet niet wat jullie doen, maar ik ga met die rubberboot naar het strand. Ja, kijk hoe de zeespiegel ervoor staat. Naar het strand? Oké. Wout, even Timo opblazen en dan gaan we.